Hallo fans van de Duidelijke Taal. Mijn naam is Farida van Wablieft en elk jaar reiken wij een prijs uit aan een organisatie of een persoon die inspanningen levert om zo duidelijk mogelijk te communiceren. Momenteel bevinden wij ons in het gebouw waar de winnaar van dit jaar werkt en we gaan die verrassen met bloemen. Spannend! We moeten nog even wachten. Stef Wouters, ik mag u feliciteren in naam van de Wablieft jury. Oei. U bent de winnaar van de Wablieftprijs voor Duidelijke Taal. Ik zou u willen omhelzen, maar dat mag niet. We zullen het van ver doen. Ja, ik zal u alvast... Dat mag ik wel net doen. Ja, dat denk ik ook. Dank u wel. Ik heb de bloemen wel aan. Alsjeblieft. Hoe staat u er maar mee? Dit vind ik wel een hele, hele leuke bekroon. Ja, maar taal is een gevoelige zaak voor hem. We proberen vaak hele moeilijke, complexe verhalen toch bevattelijk voor het brede publiek eigenlijk te brengen. Ja. Dus daar werken we elke dag heel hard aan en dan doen we het wel toch wel plezier. Als mensen zeggen van, dat doe je goed. Je was een afgetekende winnaar. Oh, dankjewel. Proficiat. Is er ook drank? Dat is niet echt een hoofdpunt van het nieuws, maar voor mij persoonlijk toch wel een beetje een hoogtepunt. Ik heb de Wablieftprijs in ontvangst mogen nemen. Daar ben ik heel blij mee en ook wel een beetje trots op. Dank u wel.